kantelen is eigenlijk de verandering van een tijdperk. Dus je gaat van het ene tijdperk naar een ander tijdperk. Heb je bijvoorbeeld in de 19e eeuw gehad, de industriële revolutie. Je zou kunnen zeggen de digitale revolutie. Nou, in dit moment zou je kunnen zeggen de omwenteling van de huidige samenleving naar een duurzame samenleving. Ja, daar moet je gewoon een zware transitie doormaken. Nou, die uitzending gaat eigenlijk over Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde in Rotterdam. Hij is hoogleraar, bestudeert duurzame ontwikkeling in Nederland, maar is tegelijkertijd bijna activistisch ook bezig om die duurzaamheid voor elkaar te krijgen in Nederland. We hebben al eerder een uitzending over Jan Rotmans gemaakt. Toen stond hij eigenlijk een soort van aan het begin. Die uitzending heeft bij hem overweldigend veel reacties opgeleverd. Zijn secretaris daar raakte letterlijk overwerkt. Eigenlijk kijken we nu een beetje naar wat hij nu aan het doen is. Hij keek toen heel erg naar, laten we zeggen, klimaat en energie. Nu kijkt hij ook nog veel meer naar sociale structuren, naar coöperatiemodellen, naar andersdenkend. En hij probeert dus nu van de mensen, hij denkt dat er ongeveer 250.000 mensen nu bezig zijn met kantelen, om het zo maar te noemen. En daar wil 2,5 miljoen mensen van maken. Omdat hij denkt, als wiskundige, als we de 2,5 miljoen hebben, dan komt de rest vanzelf wel, dan kantelt het systeem vanzelf wel naar een duurzaam Nederland. Je kan niet doorgaan op de manier zoals we nu doen, dus dan moet je wetenschappelijk en technologisch, maar ook sociaal nieuwe dingen voor zien te vinden. En dat is dus, leidt het ook tot innovatie. Dat is beter voor iedereen, voor Nederland, economisch, ecologisch. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je vanuit dat perspectief ook programma's over duurzaamheid maakt. Ik maak heel vaak afleveringen over duurzaamheid. Meestal vanuit een wat meer technologische hoek. Maar ik ben eigenlijk, ik hou van wetenschap, dus ik probeer er altijd iets technologisch en wetenschappelijks in te stoppen. Ben je een kantelaar als je ook bewuste keuze? Ja, in zekere zin, als je echt goed gaat nadenken over wat je doet, milieutechnisch, milieubewust, zijn we allemaal kantelaars. Zou je kunnen allemaal, als je het maar consequent doorvoert, dan zou je kunnen zeggen, ja, als wij sturend zijn naar, laten we zeggen, de grote supermarkten of de grote industrieën, om eigenlijk als consument te dwingen wat zij zouden moeten doen. En niet dat zij bepalen wat wij zouden moeten doen, maar wij als consument zeggen van ja, maar wij willen eigenlijk een duurzamer product hebben. Ja, dan ben je een kantelaar. Niet als je alleen maar gaat voor het goedkoopste, dan ben je geen kantelaar. In die zin is het inspirerend dat je denkt van, oh ja, dan kan ik eigenlijk zelf ook wel iets bedenken waardoor ik zelf duurzamer ga handelen. En dat is volgens mij belangrijk. Misschien je zou kunnen zeggen dat tegenlicht zelf met de programma's die we gemaakt hebben over zonne-energie, over afval is voedsel, over vergroening van de woestijnen, dat wij zelf kantelaars zijn, koplopers of frisdenkers. Misschien is het hele programma van tegenlicht wel een frisdenkerprogramma. Zijn wij zelf kantelaars? Ja, ik denk het wel.